Goedenavond allemaal. Vanavond een andere uitzending dan u van ons gewend bent. Want in deze laatste twee afleveringen voor de zomerstop delen wij heel graag de hoogtepunten met u. En dat doen we allemaal hier vanuit onze redactie in Arnhem. En hier achter me ziet u allemaal foto's van de teams die we weer bij elkaar hebben gebracht. En wij noemen dat altijd onze eigen Wall of Fame. In Gelderland wordt echt op topniveau gesport. En veel sporters die bij ons te gast waren, deden mee aan de Olympische Spelen. En het zal u niet verbazen dat dat voor veel sporters een hoogtepunt was. Voel je er nou elke keer wat bij als je deze ziet? Ja. Ja, ik heb niks met medailles. Van andere toernooien, die liggen ergens in een plastic zak. Ik zou eigenlijk eerlijk gezegd niet weten nu waar. Maar die Olympische medailles, ja, dat heeft echt een andere betekenis en een andere lading dan... van andere toernooien, ja. Goderie, ja! Ja! Dit moet de beslissing zijn! Het frelle meisje Elvira Johanna Maria Becks uit Nijmegen hier. Op de brug met de ongelijke leggers. En met een puntentotaal van 39. Het beste ooit behaald. Wat vindt ze daarvan? Ja, dat is echt te gek. Ik hoopte het wel, maar... Ja, het is nou echt gelukt. Elvira Becks levert de beste Olympische prestatie tot nu toe. Als Nederlands meisje had je daar echt helemaal eigenlijk niks te zoeken qua medailles dan. Ik kon niet op tegen China, Rusland, Amerika. Ik had een betere sprong als Bokinskaya bijvoorbeeld. Maar ja, zij komt uit Rusland, ik maar uit Nederland. Dus ik kreeg sowieso mindere punten, dus... Ik turnde voor mezelf. Ik wou gewoon het beste laten zien wat ik kon. En dat is gelukt. En daarvoor ben ik daar naartoe gegaan. Ik had voor een veilige plek gekozen. Niet dat ik heel veel keuze nog had als ene laatste aan het hek. Maar ik koos voor de allerbuitenste baan. Niet heel erg voordelig of zo in de BMX. Want dan moet je meer meters maken. Maar ik had wel ruimte. Het eerste stuk ging supergoed en ik ging meteen als vierde de eerste bocht in. Nou, en het rondje liep de hele dag al mooi. Dus toen heb ik in het rondje zelf nog eentje ingehaald. En toen wist ik mezelf naar het podium te fietsen. Ik was 18 en de rest... Nou ja, 20, 24, er reden ook van 27 bij. En ik keek nog heel erg op tegen die meiden. Ik wist niet wat me overkwam. Ik wist door een gaatje te wurmen in de laatste bocht. En over de strip. En ik dacht, nou, ik heb brons. Nou ja, en op een gegeven moment kwam de scorebord. Simon van Veldhoven, 3. Ter Mulder, 4. Nou ja, ik sloeg heel wat op mijn stuur. Ik denk, het zal toch niet, dat het niet vierde wordt. En ik denk, nou, kijk nog één keertje naar het scorebord. En ik zie hem verspringen van 4 naar 3. Dus allebei 3. Nou, dat is natuurlijk mega bijzonder. Nog nooit gebeurd in de sport. Dat je in de duizendste hetzelfde bent. Over de leiding komt, zeg maar. Dus we werden allebei 3. En dat was natuurlijk super speciaal. En ja, toen was die plak weer winst. En daar gaat hij weer, Leo Velen, de Nederlander. Want hij heeft de bel horen luiden en dat betekent dat er om de volgende ronde weer gesprint gaat worden om de punten. En hij kan de puntjes wel gebruiken. Hij zit bij die 10 man die een ronde voorsprong hebben genomen. Ik ben de initiatiefnemer geweest van de tweede ontsnapping. Dat is deze. Daar krijg ik Frankie Andreu en Giovanni Lombardi mee. En daar sloot ook de latere winnaar Dan Frost aan. En later nog een keer dat we weer met een andere nog een keer een ronde pakten. Ja, en dan weet je eigenlijk in die wedstrijd al dat je in de medailles gaat rijden. De silver medalist, Leo Velen of the Netherlands. Woehoe! Blijf ik altijd zo'n mooi moment vinden. Ja? Ik zou hem graag overdoen. Ja? Ja, je bent je er niet van bewust van wat er op dat moment eigenlijk gebeurt. Ja, ik was 20. Je mist zoveel levenservaring als je nog niet ten volle beseft wat er gebeurd is.
ook niet een volle durf te uiten. Dus daar zat ik wel een beetje timide. Als je me daar zo ziet, dan denk je, ja, is dat een manneke. Is die wel echt blij, denk je? Ja, nou, ik was van binnen, het loeide aan alle kanten. Ja. Ja. Maar ook naar mijn vader. Wat voor gevoel is het? De eerste gedachte was van... En hoe reageerde je vader? Nou, die zat in Nederland ergens op de camping, ja. Ergens in Limburg. En wij zaten in Seoul, maar ja, weet je, er was verbinding. Ik weet precies wat mijn vader op dat moment dacht. Want wat dacht hij? Ik wist het wel. Ik wist dat je het kon. Ja, mijn vader heeft, ja goed, het is het gevoel, mijn vader heeft geloof gehad, altijd in mij. Het gaat bij de Spelen natuurlijk niet alleen om winnen. Deelname is minstens zo belangrijk en veel sporters bewaren hier warme herinneringen aan. Maar voor sommigen lag dat net even anders. Zo hielden atleet Bram Wassenaar en schutter Willy Hille een nare smaak over aan de dramatisch verlopen Spelen van 1972 in München. Nou heb jij in 1972 gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in München. Ja. Maar je deed niet mee. Nou, dat is gevoeglijk bekend lijkt me. Ja. De aanslag op de Israëlische ploeg door een aantal Palestijnen. En ik had daarvoor al een goede band met een aantal Israëlische atleten. Die hebben ook in Nederland getraind bij mij thuis. Echt op Papendal. Die zijn weliswaar niet doodgeschoten, maar ik had inmiddels wel zo'n band met de jongens en met Israël dat ik zoiets had van nou, moet ik nou lopen? Ik ben heel laat ook naar München afgereisd met de trein vanuit Arnhem. 2 dagen voor de start van de 1500 meter kwam ik aan. En diezelfde nacht gebeurde het, die aanslag. Dus ik heb gewoon besloten om niet te lopen. Nou, wij waren klaar, hè? Wij waren dus met de wedstrijd al klaar en wij zijn dus gebleven. Het was vreugde, het was feest, het was een mooi gebeuren. Ik scoot goed. Ja, het kon niet stuk, hè. En dan krijg je zo'n domper erop. Maar wij zijn dus later, daar is ook eigenlijk nog een foto van, hadden wij in dat stadion zitten, dat Avery Brundy zegt, the game must go on. Ja. En dat is eigenlijk, wat ik dus met die andere Olympische Spelen meegemaakt, er kwam geen eind aan. Het is er nog, zou ik zeggen. Ja. Maar het lijkt je nog steeds te raken. Ja, dat boeit me nog steeds, ja. Ja. Echt. Ja. Wat was er nou tegen geweest om voor 1 keer gewoon die Spelen gewoon af te kappen, weet je? En dan 4 jaar daarna weer, als gebaar naar Israël en naar zeg maar de... Hè? Ik weet het niet. Ik weet ook niet of daar een soort moreel antwoord op nee, weet ik ook niet. Weet ik ook niet, dus... Maar fijn dat jij in ieder geval nog steeds achter die beslissing staat. Ja. Sporters zijn natuurlijk ook gewoon mensen die net als ieder ander wel eens twijfelen aan zichzelf of door een slechte periode heen gaan. En vooral een blessure kan dit soort gevoelens oproepen. Zo kon ik bijvoorbeeld met Laura Smulders, bronzen medaillewinnares op de Olympische Spelen, niet gaan fietsen omdat zij zich net een paar weken voor de opnames ernstig blesseerde. Daar zijn we dan. Laura. Ja. Waarom loop jij op krukken? Ik heb een uitstapje gemaakt en met mijn voet tijdens het fietsen. Ik ben niet eens gevallen, maar gewoon ongelukkig mijn voet neergezet. En toen knakte mijn knie om. En wat heb je nu? Mijn knie verdraait. Een beetje een beschadigde meniscus en kruisband. Maar komt wel goed. That's the spirit. Ja. Hoe lang denk je dat je uit de running bent? Misschien 2 maandjes. Ik hoop dat ik dan weer op de fiets zit. Ik zie hier een litteken. Ja. Is dat een souvenir van het boksen? Ja, daar zitten meer dan 100 hechtingen en is 30 keer gescheurd. Ja, maar ja, voor een bokser is het heel normaal dat je, zoals een voetballer, een keer door zijn enkel heen gaat, zijn enkelwanden scheurt en herstelt en verder gaat. Zo breekt een bokser zijn neus of scheurt hij zijn wenkbrauw. Ja. Je hebt vroeger wel volleybal gehad?
op school? Dat zou je zelf kunnen beamen. Topsport is absoluut niet goed voor je lichaam. En, heb je last van je lijf nu? Ja, ik heb heel veel last van mijn heup, van mijn knieën, van mijn schouders. En dan ben je 44 en dan ben je eigenlijk iets te vroeg voor dat soort dingen, eerlijk gezegd. En dan zeg ik van ja, ze mogen het best doen, topsport. Maar dan zorgen er wel voor dat het een wat kortere periode is als papa gedaan heeft. Want ja, je moet toch wel wat van de rest van je leven nog wel met al je gewrichten kunnen doen. Wat is het ergste wat iemand ooit bij jou heeft gedaan? Ik denk mijn lip doormidden. En wat is het ergste wat jij een ander hebt aangedaan? Nou, dat moeten we het maar niet over hebben. Nee, stilis? Nou, ik heb wel mensen soms in het heetst van de strijd een tikje gegeven. Die iets harder aankwam dan misschien bedoeld was. Maar wat met als gevolg? Nou ja, gebroken neuzen of dat soort dingen. Echt? Jawel. Sommige sporters hebben praktisch niks. Ik heb teamgenoten die hebben nooit iets gehad en ik... Ik heb nooit een training gehad zonder pijn, nooit. Heftig. Ja, nee, maar nee, voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld. Ik kan me geen training herinneren waar ik geen pijn heb gehad, ergens. Van Achillespees tot knie tot altijd iets. Tijd terug ben ik eigenlijk van de fiets afgevallen in koers, in de bocht. En heb ik mijn schouder gebroken. Elleboog gekneusd, paar ribben gekneusd, wat vel eraf. Anderhalf week later ben ik geopereerd. En ja goed, ik kan nu weer, hè. Kan ik weer dit doen? Hoe lang dus, kon dat niet? Nou, dat kan ik nou sinds denk 2 weken weer ongeveer. Dus ja, ik zal de hele winter nog wel aan het revalideren zijn. Dus een paar keer in de week fysio. Met sporters ga je natuurlijk sporten als je een beetje een idee wilt krijgen waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Nou ben ik best sportief, maar voor heel veel sporten heb ik bar weinig talent. Kijk je daar doorheen? Schrik ervan. Ik heb er een goed gevoel bij. Ja, dat was niet verkeerd. Nou, moi. Nou zit hij daar. Hij zit daar, hè? In de 4. Dit is moeilijk, joh. Verder. Lastig is. Wat een zenuwspel is dit. Zelfde hand, zij heeft gegeven. Maar dat moet echt dan met dezelfde... Waarom met dezelfde is dat? Hand. Dat is toch één beweging. Maar vertel me het nut. Indrukken. Zie je hoe dat dan moeilijk is. Wow, niet veel harder, alsjeblieft. Ja, maar je mag zo even stoppen. Nou ja, ik weet het niet zo goed, want ik zie geen reet. Ah! Wat is dit raar? Dit is zo raar. Voor mij echt mega oefeningen. Oké, vertrouwen, overgeven, komt goed. Ja, anders hebben we bijna bovenin gezeten. Echt? Zonder dat je het in de gaten had. Dus ja. Ik vind het echt cool, maar het is ook eng. Ah!
Dat ik wielrennen zo fijn zou vinden, dat was echt een verrassing voor mij. Maar als je niet met beide benen op de grond kan komen, nou, dan gaat het nog wel eens mis. Het is natuurlijk safety first, hè? Oh, moet natuurlijk wel een helmpje opzetten. Ik vind het heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Lekker. Ook besmet. Goeie met de wielersport. Wat zeg je? Ook besmet met de wielersport. Ja. Ja. Anders kom even aan mijn kant, zal ik wat tips geven. Chasing lights of the dying limbs. Change won't come if we don't begin. Don't we all fall? Don't we all fall? Don't we all fall? Oh jee, het waait keihard. Dit wordt lachen. Nou, wat vind je ervan? Ik vind het heerlijk. Dus voor jou, zit je nog veel op de fiets? Één keer per week nu. En straks hopelijk wel weer twee keer per week. Dus toch wel weer iets harder en meer gaan trainen. Want ze rijden me in de training voorbij. En mensen met haar op hun benen die mij voorbij fietsen, dat kan natuurlijk. Ze moeten wel weer even getraind worden. Iemand die niet tegen zijn verlies kan. Ja. Daar is dat heel vervelend. Dat is heel vervelend, ja. Dus ik zoek eigenlijk nu de vlakke rondjes op. Dat gaat goed. En als ik straks alweer een paar kilo af ben gevallen, dan gaan we de postbank weer op. Topsport vraagt om offers. Niet alleen van de sporters zelf, maar vaak ook van de ouders. Denk daarbij aan de talloze ritjes van en naar de sportclub, de buitenlandse tripjes die betaald moesten worden, maar ook gewoon de aanwezigheid op de momenten dat het even tegen zat. Zo was de vader van Corinne Doorland er altijd bij als ze fietste en hij bouwde zelfs een crossbaan voor haar in de achtertuin. Die kinderen, nu zitten ze allemaal met dat ding in de vingers en achter zo'n kastje te kijken. Jongen, die kinderen waren altijd buiten. Ja. Prachtige tijd van je leven geweest. Met kinderen allemaal doen, trainen en al dat soort dingen, allemaal heerlijk. Hoe belangrijk is jouw vader geweest voor jouw carrière? Nou, hartstikke natuurlijk. Ja. Als kind zijnde ben je toch helemaal afhankelijk van je ouders. Of ze met je meegaan, ja of nee. En zeker met het BMX, het was heel vroeg al eigenlijk de hele wereld over. Dus ja, die hebben daar zoveel tijd in gestoken en geld natuurlijk ook. Dus ja, dat kan je nu, dat je zelf kinderen hebt, zie je dat heel erg terug. Van jeetje mina, wat hebben ze allemaal gedaan? Toen ik 8 jaar was, toen nam mijn vader me op vrijdagavond mee naar de stad in Apeldoorn. En toen gingen we het eerste tenuutje kopen. Wit shirtje, zwart broekje, rode kousjes en kwikvoetbalschoenen, weet ik nog. En zaterdag mocht ik dan de eerste wedstrijd spelen. Toen maakte hij me wakker en toen lag ik helemaal in mijn tenue. Met voetbalschoenen en al lag ik onder de dekens. Ja, was ik in slaap gevallen. Ja. Mijn vader heeft altijd mij vrijgelaten. En hij zorgde in zijn tijd ook dat ik alles mocht doen. Hij liet ons vrij erin, maar als wij voetballen was hij altijd present, kwam altijd kijken. En voor de rest, wat heeft hij me gebracht? Ik heb nog nooit een goede wedstrijd gespeeld. En daarom heeft hij me scherp gehouden. Dus ik heb elke keer mezelf verbeterd daarin. Dan denk ik, zal ik het toch laten zien dat ik ongelooflijk goed kan voetballen. Maar was u dan niet trots op hem? Ja, dat heb ik wel. Dat ben ik vanzelf. Dat ben ik nu nog. Maar niet dat elke keer zegt dat je bent trots. Dat moet je niet te vaak zeggen. Ik was niet zo negatief, hoor. Nee? Nee, ik ging niet... Dat idee kreeg ik een beetje. Hij is positief kritisch. En vooral kritisch. Positief kritisch, hè.
houtje. Hoe belangrijk zijn jouw ouders geweest voor je wielercarrière? Ja, ik denk heel belangrijk. Ze hebben natuurlijk in de jaren dat ik nog geen rijbewijs had, van hot naar her gereden. Alle wedstrijden af. Oké, de trainingen waren wel vrij dicht bij huis. Maar het was vooral de wedstrijden elk weekend waar ze me toch naartoe brachten. In Clubgenoten maken we heel veel gebruik van oude filmbeelden. En soms bestellen we dit bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Maar vaak ook vinden onze researchers unieke filmpjes die zelfs onze sporters nog nooit gezien hadden. De overgang voor de disc is moeilijk. 36 meter kwam eruit. Dat was wel een tegenvaller. Ja, those were the days, maar het is nostalgie, maar ik vind het enig. En ik wist dat dit filmpje was, maar ik heb het nergens kunnen vinden. En ik ben ontzettend blij dat ik natuurlijk, hè, als het uitgezonden wordt, ga ik het opnemen. En dat ik het ook onze kinderen kan laten zien. Is het echt de eerste keer dat je deze beelden weer terugziet? Terugziet, want ik heb hem natuurlijk toen gezien. Ja. Toen het uitgezonden werd, dat weet ik nu al, s'avonds, Studio Sport, of hoe heette dat? Sport in Beeld heette het, geloof ik toen nog. Dat kan ik me nog herinneren. Ik wist dat die beelden er waren, maar nooit meer terug kunnen vinden. En ik vind het enig. Van welke vereniging bent u? Bekveld. Wat betekent dat? Dat is de touwtrekvereniging Bekveld te Hengelo-Gelderland. Dat is een vereniging die ze een jaar geleden opgericht. Die gaat nu met de ploeg naar Ierland toe. Ja. En u bent van dezelfde? Ja, ik ben dezelfde. Ik ben trainer van de ploeg. U bent trainer van de ploeg? Ja. Is dat een zwaar beroep? Ja, zeer zwaar. Wat moet u allemaal doen? Nou, meestal verzwimmen aan touw. Aan touw? Ja. Goed voor handspieren. Foei, 68. Ik ben net opgericht. De eerste buitenlandse reis. De eerste EK wat de jongens en mee hebben gemaakt. Hoe voel je dat zo voor de eerste keer naar het buitenland? Ja, voor met zo'n groep is dat wel iets. Ja, is apart. Vooral op zee varen. Een hoop jongens hebben nog geen zee gezien. We waren wel verschillende zeeziek. Zonder te kotsen. En jij? Nee, geloof ik niet. Was het voor jou wel de eerste keer dat je de zee zag? Ja. Hier is Mogens Vrij. Daar is Gert Bongers, links Bongers. Bang, en daar gaat hij over de streep. Bongers is wereldkampioen en daar is Mogens Vrij. 4 minuten en 57 seconden rond. Dat is de tijd die Bongers heeft gereden. Had je dit wel eens teruggezien? Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Vind je het om te zien? Ja, ik word er een beetje stil van. Wat gebeurt er? Nou, ik denk terug aan alle opofferingen die ik daarvoor heb moeten doen. Had je dit wel eens teruggezien? Nee, dat is echt de eerste keer dat ik dit terugzie, maar het is leuk om te zien. Hoe belangrijk is het voor jou als prof om prijzen te pakken? Ja, daar leef je voor. Je traint elke dag hard om prijzen te pakken. Je wil elke wedstrijd winnen. En, ja, daar, als je elke wedstrijd wint, dan word je kampioen. En, ja, dat is wel een droom om ooit weer kampioen te worden, ja. Ja, prachtig. Ja, helemaal leuk. Geweldig. Hoe vond je het om dit terug te zien? Ja, geweldig. Ja, super dat er nog beelden van zijn. Is echt helemaal leuk, ja. Had je het ooit gezien? Volgens mij niet. Volgens mij heb ik alleen maar foto's gezien. Finale 1970, last but not least, hier op deze fietscrossbaan. Oké, Martin van Olsen, Arjan Vaandrager, Tim Walhoff en Tristan Hofman. Ja,
Stedelaar. En achter is Tristan. Ja, de Speedox. Ja. Ja. Had je dit wel eens teruggezien? Nee, dit beeld heb ik nog nooit gezien. De behendigheid heb ik wel van het fietscrossen. Want ik kan, als ik een wielrennersfiets heb, kan ik nog altijd een wheelie maken. Dat doe ik wel zonder klikpedalen, dat het dan achterover gaat dat ik op de grond kan springen. Maar in principe kan ik nu nog op een achterwiel rijden. Ik kan nu nog bepaalde draaien maken, die ik toen ook altijd heb gedaan. En de meeste wielrenners kunnen dat waarschijnlijk nee, niet. Nee, nee, nee. Een echte topsporter geniet misschien wel meer van de weg naar het succes dan van het succes zelf. En als je jezelf kunt blijven uitdagen in je sport, ongeacht je leeftijd, dan ben je voor mij echt een grote. En Aad Steijlen, die is zo iemand. Dit is een hele herinnering van mijn Olympische, van mijn atletiekloopbaan. Maar nou... En ik loop al vanaf mijn 14e jaar. En inmiddels word ik volgend jaar 80. Dus kan je eens nagaan hoe lang ik al, hoeveel voetstappen ik overal heb liggen. Het gaat wel een beetje strammerer. Ja. Daar kan je dan voelen dat je 80 gaat worden. He, dat het een beetje... En je hebt meer rust nodig. Dat ik, als we trainen, dan trainen we om de dag. Ja. Dus 3 keer per week, maar steeds een rustdag ertussen. Want je moet ook herstellen ertussendoor. Ook Perry Ubeda maakt een diepe indruk. Hij is niet alleen een geweldige vechter, hij is ook nog eens een fantastisch mens. En tegenwoordig gaat hij niet alleen meer voor zijn eigen succes, maar vooral voor dat van anderen. En dat doet hij door het geven van weerbaarheidstrainingen. Hey. Hey! Kom eens hier, joh. Nee, rot op, man. Hey! Zout en een troepje. Gozer. Oké, één foutje. Ja, ik rende zo weg. Ja. Maar je was voor mijn gevoel ver genoeg. Ja, oké. Ik dacht, nu moet ik vluchten. Oké. Weerbaarheid is toch wel mensen eigenlijk leren geloven in hun eigen kracht die wij allemaal wel hebben. Alleen door omstandigheden zijn sommigen dat verloren. En dat probeer ik dan in een training met wat oefeningen weer dat jij merkt van hey, ik ben toch eigenlijk wel wat, ik kan eigenlijk wel wat. We eindigen deze compilatie net als altijd met beelden van de reunie. En elke keer weer zit ik stilletjes te genieten als die oude clubgenoten elkaar na al die jaren weer ontmoeten en de verhalen van vroeger verteld worden. Mag ik een heel hard applaus voor Aad Steijlen? Hartstikke leuk, hartstikke leuk, zeg. Kijk. Je mag er heen, hè? Oh, ik zie je. Jij trapt in mijn ogen. Zoveel mensen voor mij. Oh, mijn god. Nou, als je mijn hart hoort. Ik heb tranen in mijn ogen. Kunnen we dat overnieuw doen? Clubgenoten, mag ik een heel hard applaus voor Sjoerd Ars? Ik geef het wel. Mag ik een heel hard applaus voor Marvin de la Cruz? Hey, Piet! Hey, Pieter, dat zenden jullie niet meer. Wat heb jij dit kop gekregen? Je moet eens schoon. Clubgenoten, zijn wij er klaar voor? Zover deze compilatie en volgende week is deel 2 met nog meer mooie, grappige, emotionele en natuurlijk sportieve momenten van alweer 60 afleveringen Clubgenoten. Tot dan, dag!